in beweging. Ik ben Wendy Waterhuis en we gaan vandaag weer lekker aan de slag met elkaar. We beginnen met de warming-up. Die doen we vandaag staand. Als u dat vervelend vindt, kan u natuurlijk ook op de stoel meebewegen met de benen. We gaan stappen en misschien kan u zelf wel even een beetje bewegen door de woonkamer. Probeer rechtop te blijven lopen. Schouders ontspannen. Op de maat van de muziek. Ik loop maar even een rondje rond de stoel. Maar doe dat niet te lang, anders wordt u duizelig. Ga even de andere kant op. Dan word ik ook duizelig. Rechtop lopen, schouders ontspannen. En nogmaals, als u het graag op de stoel wilt doen, doe dat vooral. U kan gewoon meestappen op de stoel. Heel goed. Sta naast de stoel en we gaan even schoppen. U kan dat natuurlijk ook op de stoel doen. Hè? Als u zit op de stoel, kunt u ook rustig schoppen met uw benen vanuit uw knieën. Misschien ietsje hoger. Voorzichtig dat u niet omvalt. Schoppen. Schoppen. Oeh. Oeh. Heel goed. En dan gaan we weer stappen. Gebruik uw armen voor uw evenwicht. Goed ademhalen. Heel goed. Gaan we nog een keer. Pak de stoel vast. En nog een keer die schopbeweging maken. Schop. 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 En als het los kan, mogen ook de armen mee. Voor. 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 Heel goed. Of met twee armen. Hop. Gooi alles maar van u af. Goed ademen. Oeh, begon een beetje uit balans te raken. Voorzichtig hè, dat u niet valt. En ontspannen. Nog het laatste stukje lopen. Ik doe hem even op de stoel mee. U mag ook rond blijven lopen, maar dan ziet u even hoe dat eruit ziet op de stoel. Heel goed. Nou, ik voel het hart sneller kloppen en de longen harder werken. Dus de warming-up zit er wel weer op. We gaan wat losmakende oefeningen doen. Heel belangrijk om de spieren en de gewrichten een beetje soepel te houden. We beginnen met onze handen. Dus u draait even met uw pols. Als u het nou lastig vindt om uw arm stil te houden, mag u hem ook vasthouden. Dus we draaien met de pols, linksom, een paar keer de andere kant op. Draaien, draaien, hou uw schouders ontspannen. We gaan de hand omhoog brengen. Stop, zoveel mogelijk. Dan voelt u de spieren in uw onderarm aanspannen. En naar beneden. En omhoog. En naar beneden. En omhoog. En naar beneden. Heel goed, doe dat zo lang als u wil. Maar wij gaan even door met onze andere arm. Draai met uw pols. Rondjes, grote rondjes. Andere kant op. Draai met uw pols. Zit rechtop. Stevig op de stoel met de rug los van de leuning. Dan gaan we omhoog. En naar beneden. En omhoog. En naar beneden. En omhoog. En naar beneden. Heel goed. Andere hand gaan we weer. We maken een vuist. En u knijpt zo hard mogelijk in uw vuist. Nu spreiden we onze vingers zo wijd als u kan. Allemaal. Nog een keer. Knijp. Wijd. Knijp. Wijd. Knijp. Wijd. Knijp. Wijd. Heel goed. Gaan we met de andere hand. Knijp. Wijd. Knijp. Wijd. Knijp. Wijd. Knijp. Wijd. Heel goed. Even die handen en die armen lekker los schuddelen. Laat alles maar even bungelen wat er te bungelen valt. Ik zeg altijd laat de kipfiletjes maar even schudden. Lekker los. Alles los. Heel goed. Dan gaan we de handen. Eén hand gaat u voor u, één arm gaat u voor uw lichaam brengen. Met uw andere hand duwt u zachtjes tegen uw elleboog. Niet te hard, niet forceren. Als het niet prettig voelt, slaat u het lekker over. Zachtjes opzij, dan rekken we een beetje
deze spier. En ontspan. Heel goed. Andere arm. Voor uw lichaam langs. Andere hand tegen de elleboog. En duw hem zachtjes naar achteren. Dan rekken we dit gebied. Schouder. Bovenkant van uw rug. Goed doorademen. Dat is best onhandig zo. En langzaam terug. Heel goed. Even de schouders draaien. Een paar keer naar achteren. En een paar keer naar voren. Goed ademhalen, niet vergeten. Heel goed. Zijn de benen aan de beurt en de romp. U gaat zitten rechtop met uw rug los van de leuning van de stoel. Voeten staan recht onder uw knieën. En we gaan even een klein stukje buigen opzij. Neem uw hoofd mee. En weer rechtop. Dan buigen we een stukje naar voren met uw rug. Voelt u uw onderrug misschien een beetje trekken? Als het geen pijn doet, is het prima. En dan gaan we de andere kant op buigen. Neem uw hoofd mee. Rechtop. En dan gaan we weer naar voren. Naar voren. Goed ademhalen. En de andere kant op. Neem uw hoofd mee. Rechtop. En nog weer naar voren. Op uw onderrug. Rechtop. En een klein stukje opzij. Rechtop. Heel goed. De voeten gaan een stukje uit elkaar. Zodat er ruimte komt hier. U ademt diep in. De armen zijn omhoog. U brengt uw handen tegen elkaar aan. En we duiken even in het zwembad. Dus we gaan met het hele bovenlichaam naar voren. En u tukt voor uw voeten. Probeert u de grond aan te tikken. Als het niet lukt, is dat helemaal geen probleem. Breng uw handen naar uw knieën. Eén voor één. En dan duwt u uzelf omhoog. Dan zitten we weer rechtop. Heel goed, dat doen we nog een keer. Dus diep inademen. Handen tegen elkaar aan. Blaas ook weer uit, dat is heel belangrijk. En we duiken in het zwembad. Naar voren. Heel goed, tik voor u de grond aan. En als dat niet lukt, is ergens in de lucht ook prima. Eén voor één de handen naar de knieën. En duw uzelf weer even op. Heel goed. We gaan vandaag wat oefeningen doen met de flesjes. Ik hoop dat u ze klaar heeft staan. Gewoon flesjes met water erin, zodat we even aan onze spierballen kunnen werken. De flesjes hangen naast uw lichaam. U pakt ze in het midden vast. De nagels wijzen naar beneden. En we gaan de armen zijwaarts strekken. En weer loslaten. En zijwaarts strekken. En weer loslaten. En zijwaarts strekken. En weer loslaten. Probeer de flesjes niet hoger te halen dan uw schouders. Schouders zijn de plek waar de handen naartoe moeten. Zo. En weer terug. En de laatste keer. Dus hou even vast. Rechtop zitten. Hou je armen gestrekt. Dan voelt u het gewicht van de flesjes aan uw handen trekken. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En ontspan. Heel goed. U mag uzelf de uitgangspositie, maar nu wijzen de nagels omhoog. Dus u draait uw handen om. Nu gaan de flesjes naar uw schouders. Dus we doen even Popeye na. Handen naar uw schouders, rechtop zitten met de rug. En om de beurt, op en strekken. En buigen en strekken. En buigen. U voelt dat u een andere spiergroep traint. Strekken, nog 4. Strekken, nog 3. Strekken, nog 2. En de laatste keer. Hou even vast. Nog 4. Hou vast. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En ontspan. Heel goed. Even een beetje losdraaien die schouders. Want die hebben het zwaar te voortduren. We doen nog 1 oefening. We strekken onze armen. En we gaan heen en weer de flesjes langs elkaar halen. Dus hop en hop, net of je een koe aan het melken bent. Met gestrekte armen, heen en weer, langs elkaar. Heel goed. Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. En stop maar. Als u deze oefening langer wilt doen, is dat natuurlijk prima.
Wij gaan de flesjes even op de grond zetten, zodat uw voeten er makkelijk tussen kunnen. Rechtop zitten, los met uw rug van de leuning van de stoel. En we gaan één been over de flesjes heen halen en weer terugzetten. Doen we met het andere been. Over de flesjes heen zetten en weer terug. En wissel. Overheen en weer terug. Overheen. U voelt uw buikspieren aanspannen. Bovenbenen. Probeer rechtop te zitten. Steeds elke keer uw andere been. Wissel. En zet hem terug. En wissel. En zet hem terug. En wissel. En zet hem terug. En ontspan. U kan dat weer zo lang doen als u wil, hè? We gaan een zware oefening doen. We gaan met twee voeten tegelijk over de flesjes heen. Denk aan uw buikspieren. Span uw buikspieren alvast een beetje aan. Als u het fijn vindt, mag u de zijkant van de stoel vastpakken. Maar niet met de rug tegen de leuning. En daar gaan we. Span uw buikspieren aan en zet twee voeten eroverheen. En terug. Heel goed. Pas op dat u niet hol gaat trekken in uw rug. Dat is niet goed. Als u dat voelt, dan stopt u ermee. Twee voeten. Op en terug. Deze is zwaar. Nog vier. En terug. Nog drie. En terug. Vergeet niet te ademen. Nog twee. En terug. En de laatste. Hopla. Eén. En ontspan. Heel goed. We gaan met één voet draaien rond het flesje. Dit is een buikspieroefening. De buikspieren zijn aangespannen. Draai rond het flesje. Een paar keer. En de andere kant op. Draai rond het flesje. Hou uw voet van de grond. En dan zet u hem weer neer. Dat voelt u hier, hè? In de beenheffer. Andere kant. Draai je met uw voet rond het flesje. Goed. En ademhalen. Andere kant op. Ademhalen. En zet hem maar neer. Heel goed. We gaan lekker achter in de stoel zitten. Ontspan. Strek uw benen maar even uit. Gaan we even kloppen. Op de plek waar we net zo hard hebben gewerkt. Zijkant van uw heupen. Even, dit is voor de bloedsomloop, hè? Bovenbenen. Lekker kloppen. Alle spieren rond de knieën. Kloppen, kloppen, kloppen. Zijkant van uw scheenbenen. Heel fijn om daar lekker tegen te kloppen. U voelt dat het ook een beetje gaat tintelen. En dan kan u ook uw arm meenemen. Kloppen, kloppen. Uw schouder. Geef uzelf een schouderklopje. Dat hebben we best verdiend in deze vreemde tijden. En weer naar beneden. Andere kant. Kloppen, kloppen, kloppen. Omhoog. Geef jezelf weer een schouderklopje. Langzaam terug. Zo. Lekker leunen tegen de leuning van de stoel. Ontspan uw schouders. En voel even wat het kloppen en alle oefeningen met uw lichaam hebben gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer.